nou bel ik zij op, zie je. Nou ja, dan wacht maar even. Ja, Marian. We zijn samen één als wij gelijk zijn. Niet als jij de baas bent. Jij bent altijd de baas. Daarom hebben we nooit wat gedaan. Nee. Wat dan met je broek? Wat zei je? Als jij naar je moeder gaat, bel ik jou dan op en zeg maar, jij mag niet naar je moeder, je moet eerst seksen met mij. Als jij naar je moeder gaat om 11 uur. Leuk, zeg ik niet van mij. Ik ga naar binnen doen en boek kijken. Ja, maar de telefoon gaat ook. Ja, maar die is niet wel uit. Ja, nou ja, maar ik... Jij kunt mij niet commanderen, ik moet liefde, moet van twee kanten komen, dat snap jij niet. Ja, waarom zeg je dan, als we binnen zijn, dan doe ik mijn broek uit. Ik ben omdat binnen. Mijn moeder nou opbelt, omdat ik ja, bij jou ben ik geen persoon, hè. Bij jou ben ik een nul. Jij zei dan.